als ik weer helemaal terugga naar het begin van de coronaperiode, misschien nog zelfs ervoor. Het coronavirus was op een gegeven moment nog ver buiten Nederland. Hoe heeft Nijmegen zich daarop voorbereid? Waren er überhaupt maatregelen die getroffen konden worden mocht het virus Nederland bereiken? Of Nijmegen in dit geval? Ja goed, Nijmegen neemt niet apart daar natuurlijk maatregelen op. Ik bedoel, bij zo'n virus van deze aard, dat kan overal opdoemen en zich ook snel verspreiden. Dat hebben we ook gezien, hè. Het leek in het begin in Brabant, maar toen waren er toch wel meerdere brandhaarden waar het was. Ik zelf hou het erop. Dat we natuurlijk nog niet alles weten, ook over begin en oorzaak. Dus wellicht was het virus er al eerder, maar is het ons niet echt opgevallen. Ze kijkt naar berichten uit Italië, waar ze nu zeggen dat het virus er wellicht al in november was. Terwijl eigenlijk pas de eerste signalering kwam nadat het in China was en men over corona begon te spreken. Dus dat je maanden later. Dat zullen we gaan merken. Kijk, wat je ook kon voorbereiden op dat moment was vooral gebaseerd op de berichten uit China in januari over een ernstig virus. En ja, zo'n virus houdt zich niet aan landsgrenzen. Dus in eerste instantie wat gebeurde was dat ook GGD, dus ook onze eigen GGD, zich erop heeft voorbereid. Die waren er attent op als er een signaal kwam van een mogelijke besmetting, ging men naar mensen toe. Werden die in zorgvuldige omstandigheden werden die getest. Dat is wat we eigenlijk in die weken voorafgaande aan half maart hier hebben gedaan. Totdat in Brabant de eerste besmetting kwam. En één of twee weken later, zeg ik zo, mijn hoofd was ook de eerste besmetting hier in de regio, toevallig ook in Nijmegen. Ja, op een gegeven moment, toen gingen inderdaad ook de winkels, wat meer winkels die gingen dicht. In Nijmegen zijn er wel een hoop open gebleven. Ja. Denkt u niet dat mensen misschien zich niet genoeg zorgen maakten over het virus? Dat ze toch maar de winkelstraten ingingen, terwijl er eigenlijk sprake was van het gaat de deur uit wanneer dat nodig is alleen. Nee, ik vind dat mensen zich juist heel erg hebben teruggehouden. Misschien zelfs wel meer dan strikt nodig was. Want het risico dat als je over straat loopt is nou ook weer niet zo super groot. Ja, als het super druk wordt natuurlijk, maar dat was het niet. Bedenk, in maart, april zit je nog in het vroege voorjaar na stoot van de winter. Hè, dan is het ook, het was wel mooi weer, maar het was niet super warm. Nee, ik vind juist, de straten waren gewoon letterlijk leeg. Hè, en zeker s'avonds was er heel weinig te doen. Nee, ik vind dat mensen in Nijmegen zich daar heel goed aan hebben gehouden. Nee, u bent ook een aantal weken geleden weer voor het eerst in de stad geweest, na 13 weken. Ja. Hoe was dat? Nou, die stad zag er prima uit, kan ik zeggen. Er is natuurlijk niet zo heel veel veranderd. Maar het was vooral bijzonder omdat toen net de horeca was opengegaan. Dus je merkt, donderdagavond was het dat het ondanks goede weer minder druk was. Dat kon je wel merken. Dat hoor je ook uit de horeca druk. Er gaan toch minder mensen ergens heen. Hoewel dat echt kan op dit moment. Ik bedoel, dat hoeft geen probleem te zijn als je die afstand maar houdt. Dus dat kon je wel merken. Heeft u ook contact gehad met de startende ondernemers uit Nijmegen? Ik bedoel, er zijn heel veel ondernemers ook bij Startup. We hebben dat voor dit programma ook behandeld. Die of heel veel moeite hadden om deze periode door te komen. Ook aan de andere kant mensen die in één keer met een nieuw idee kwamen. Heeft u contact gehad met die beroepsgroepen? Nou ja, start-ups zijn heel divers. Hè. Dat is geen aparte beroep. Ik heb niet apart met hen. Ik ben wel zelfs bij een ondernemer geweest die net begonnen was. Maar ook anderen die al langer bezig zijn. Denk aan horecaondernemers. Er is niet één ondernemer en niet één start-up en ook niet één veteraan. Feit is wel dat de economie en ondernemers forse en stevige klappen ontvangen. Ja, dat geloof ik. Dat zien we ook in dit programma weer terug. Ook met de horecafaillissementen, bijvoorbeeld Pinocchio. Ja, zeker. Nou, een aantal bekende voorbeelden. En dat is natuurlijk super tragisch. Namen die we al heel lang kennen. Sommigen van ons zullen niet eens beter weten. En die verdwijnen opeens. Ook daar geldt dan vaak ook wel een combinatie met wat er al gaande was. Maar corona is op zijn minst voor velen echt de nekslag geweest. Ik zeg wel altijd daarbij, voordat we het alleen hebben over de economische schade, het meest erg blijft het voor de mensen die heel ernstig ziek zijn geworden en dood zijn gegaan. Ja. En daar vind ik eerlijk gezegd is wat onvoldoende aandacht voor. Zij zijn de enigen die echt snoeihard worden getroffen door de ziekte. Al het andere is ook heel erg. Dat geldt ook voor leerlingen die hun eindexamen op een andere manier beleven. Of mensen die niet meer naar de bioscoop of naar de kroeg kunnen. Maar die ziekte als zodanig, daar moeten we wel de focus op houden. Anders gaan we wel een wat andere discussie met elkaar voeren. En dat vind ik niet juist. Nee, dus niet meer theoretisch, maar ook meer op de emotie ingaan van mensen. Wat ze hebben. Nou ja, er zijn gewoon heel veel mensen dood gegaan in deze stad. Al vele tientallen, plus
nog vele honderden die ernstig ziek zijn geweest. En dat zijn de officiële staatjes, want we weten de werkgetallen niet. Die zijn zeer waarschijnlijk veel groter. En het is in ieder geval duidelijk waar we misschien dachten in februari. En ik heb het ook even gedacht, nou, het is een soort variant op de griep, een stevige griep. Nou, het is echt veel ernstiger dan, dan de griep. Dus al diegenen die zeggen van, ja, we hoeven dat allemaal niet zo serieus te nemen. En die maatregelen moeten soepel. Ja, die zou ik willen voorhouden. Corona is echt een hele stevige ziekte. Gaat nu misschien in zomerslaap. Maar er is geen enkele garantie dat we de najaar of zo niet terugkrijgen. Ja, denkt u ook dat misschien te weinig aandacht aan, of tenminste, dat zegt hij het zelf ook, maar dat mensen dat te weinig begrijpen? Dat mensen bijvoorbeeld massaal nu het weer de maatregelen wat versoepeld zijn, toch weer bij elkaar gaan zitten. Dat ze de ernst van het virus aan zich misschien niet eens inzien. Ik denk dat dat voor een grote groep geldt. En het is op zich ook niet zo heel erg vreemd. Als je bedenkt dat we natuurlijk het coronavirus, hoewel we veel meer testen dan 3 maanden geleden, toch veel minder ziektegevallen hebben. En gelukkig ook minder mensen die overlijden. Dus het is ook logisch. Hè? Er zijn heel veel dingen nu goed in het gaan. We lijken wel wat grip te krijgen op deze infectieziekte. Maar hij is niet weg. Dat is eigenlijk het essentiële punt. Dus het is heel begrijpelijk dat mensen er zich wat minder zorgen over maken. Maar dat laat onverletterd nog wel eens. En dus vind ik ook dat andere mensen zoals ik, moeten blijven opletten. Zodat we snel kunnen optreden. En hopelijk nog sneller dan in maart. Mocht er weer ergens een brandhaard optreden. Dat kan ook, want we testen veel meer. We weten inmiddels ook wat meer van de ziekte af. Hè. We leren gewoon ook bij. Ik bedoel, iedereen die zegt, ja, waarom hebben we niet gedaan in maart wat we nu doen? Ja, omdat we simpelweg niet wisten wat we nu doen. Het is echt een nieuwe ziekte waar ook medici nog steeds discussiëren over de vraag, hoe is het nou echt ontstaan? Ligt dat nou in die vleermuizen op een markt in Wuhan? Nou, die theorie kun je ook niet zomaar hanteren. Hoe verspreidt het zich? Wordt ook nog steeds over gediscussieerd. Toch weten we veel meer. En dan hoop ik dat we daar ook gebruik van kunnen maken. Mocht er weer een brandhaard opsteken. Ja, is de gemeente Nijmegen daar voorbereid voor zijn tweede brandhaard? Ja, wij doen dat samen met andere gemeenten hier in de regio. Hè. We werken samen in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. En daar houden wij wel rekening mee. Kijk, we gaan nu ook even qua crisisstructuur wat minder doen. Het heeft geen zin om allerlei mensen in dienst te houden. Zeker niet als die ook eens recht hebben op vakantie, terwijl er niks te doen is. Dat is natuurlijk niet zo handig en ook niet zo gunstig vanuit de belasting betalen. Maar we hebben alles echt bijstaan. Mocht er bij wijze van spreken morgen een golf opsteken in ergens in Nijmegen, een plek, in een wijk, in het huis, je noemt maar op. Dan trekken we natuurlijk gelijk aan de bel en gaan we er tegenaan. Nou, dan tot slot. Heeft u zelf al een terrasje gepakt? Nu het weer kan. Ik ben al op een terras of zo geweest. En niet alleen in Nijmegen, jazeker. Oké, okay, dus u heeft er ook al van geprofiteerd. Ik heb er wel van geprofiteerd. Genoten zelfs. Ja, heel goed. Zeggen. Ja, dank u wel. Graag gedaan.